Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze Debinarweek, de derde Debinarweek van HR Tech Review. Mijn naam is Mark van Assema. Ik ben oprichter en community manager bij HR Tech Review. Dit is de eerste dag van 5 dagen deze week met allerlei interessante demo-webinars van HR Tech leveranciers en ook van een aantal consultancypartijen later deze week. We hebben vandaag een webinar van Talentsoft. Tijdens het webinar kun je vragen stellen aan de rechterkant in het chatmenu. Die zal ik dan bekijken tijdens het webinar. Als het echt nodig is, breek ik even in en anders stel ik de vragen aan het eind. Van Talentsoft hebben wij aanwezig René Kveller. Welkom René. Hallo allemaal. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Misschien goed als jij even voorstelt. Ja. Mijn naam is Rijk Veller. Ik ben een Solutions Consultant bij Talentsoft. Voor 10 jaar inmiddels, dus dat is al flink een tijdje. Dat komt omdat we zo'n leuke organisatie zijn natuurlijk, met zulke goede software. Maar daar hoop ik je vandaag wat meer over te laten zien. Ik hoop dat we de komende half uur er iets leuks en interactiefs van kunnen maken. Goed, oké, super. Dan schakelen we over naar het beeldscherm. Dus dan wijnt de camera... uit beeld. Misschien kun jij je scherm delen, René. Ja, dat ga ik doen. Yes. Oké. Als het goed is, is dat zichtbaar. Klopt dat? Gaat goed. Zo ja. De PowerPoint. Ja. Ja. Oké. Prima. Waar gaan we mee beginnen? Ik wil jullie kort eerst even... meenemen in wat voor een organisatie we zijn. Dat ga ik 5 minuutjes doen. En daarna gaan we uiteraard de software in. Maar daar zijn we voor vandaag. En dan hoop ik jullie mee te nemen in wat wij de medewerkerervaring noemen. Dat is voor ons het belangrijkst. Dus ik wil jullie voornamelijk daar heel veel functietijd van laten zien. Met op het einde nog wat belangrijke zaken. Wat vanuit de HR-perspectief interessant gaat zijn. Dus als allereerst Talentsoft. Wie zijn wij als organisatie? Nou... de gebruikelijke cijfers wil ik toch even mee strooien. We zijn een organisatie met inmiddels iets meer dan 600 medewerkers. Focus op Europa. Dus we hebben een x-aantal kantoren, je ziet de cijfers staan, in verschillende landen in Europa. België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Spanje. En van daaruit doen wij de support... ook lokaal voor de klanten die we hier vanuit Europa bedienen. En daarnaast hebben we wat saleskantoren buiten Europa ook. Waarin wij onze internationale klanten van dienst kunnen zijn. We hebben een gezonde verhouding developers op medewerkers. Waarom? Omdat we uiteraard innovatief willen blijven. Dus op die manier met de nieuwste trends willen meegaan. En inmiddels worden we door 2000 klanten ongeveer gebruikt. Als software zijnde. Dus dat zijn klanten die één enkele module kunnen gebruiken, maar ook klanten die onze volledige suite afnemen. Wat bieden wij dan aan modules aan? Als talentmanagement leverancier focussen we ons op eigenlijk datgene wat wij de employee lifecycle noemen. Dus dat betekent dat wij beginnen vaak op het hoogste niveau van HR planning en kijken als organisatie zijnde wat heb je nu nodig aan mensen, capaciteiten, hoe vertaal je strategische doelen naar operationele doelen in de software en kun je op basis daarvan je planning gaan doorvoeren als organisatie zijnde in die zin van wil ik ergens acquisities doen, heb ik nieuwe mensen nodig, wil ik dat met mijn bestaande mensen doen, moet ik mensen omscholen. Al dat soort plannen en projecten kun je met de HR planning module kun je daarin kwijt. Op basis daarvan identificeer je als het ware wie je daarvoor nodig hebt. Ga je mensen extern aannemen en aantrekken? Heb je daarvoor vacatures nodig? Dan hebben we onze sourcing en recruitment module die daarbij ondersteunt. Waarom die dubbele benaming? Enerzijds omdat je heel traditioneel het vacature- en kandidatenproces natuurlijk netjes kunt afhandelen. Maar anderzijds ook omdat we daarmee de proactieve kant van recruitment kunnen benaderen, namelijk door zelf mensen actief te benaderen via social media bijvoorbeeld. Op basis daarvan kandidaatrelatiemanagement kunt gaan doen. Als we de juiste mensen hebben aangetrokken, dan hebben we een onboardingsmodule waarmee je ze netjes in dienst kunt laten komen. En dan worden ze medewerker.
En dan gaan ze meedraaien in de volgende module, performance en competenties, namelijk de beoordelingscycli. Hoe werkt dat? Aan de ene kant ook weer heel traditioneel. Kun je je beoordelingsgesprekken, planningsgesprekken, functioneringsgesprekken, et cetera, kun je kwijt. Daaraan koppelt feedback, 360 graden feedback, social feedback. Je hoort allerlei termen tegenwoordig. Maar ook onderdeel van deze module is onze nieuwste innovatie die wij continuous conversation noemen, waarin wij juist proberen af te stappen van de traditionele manier van beoordelen en dat eigenlijk via een continue dialoog tussen medewerkers onderling, medewerkers, managers, et cetera, kunnen gaan vormgeven. Heb je dat gedaan? Heb je die gesprekken gehouden? Heb je allerlei leuke data? En dan kunnen we met een talent review module kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat je aan de ene kant kunt gaan flowchouwen, dus kunt gaan zien van waar zit nu talent in mijn organisatie, wie moet ik verder ontwikkelen, ontwikkelplannen op gaan stellen. De traditioneel gebruikelijke grids, 9-box grids, kun je gaan uitdraaien. En daarnaast valt daar ook het succession planning onder en de identificatie van retentierisico's. Merk je aan de hand daarvan dat mensen scholing nodig hebben, dat je bepaalde skill gaps hebt, of dat je juist in het kader van compliance mensen moet gaan trainen om certificaten te kunnen behalen of te kunnen behouden? Dan hebben we onze learning module, waarmee we aan de ene kant het administratieve gedeelte van training kunnen ondersteunen. Maar aan de andere kant bevat deze trainingsmodule ook een digitaal leergedeelte waarin je e-learnings kunt afspelen, maar ook zelf trainingscontent kunt creëren, maken en kunt gaan publiceren naar de verschillende communities die je dan in het systeem kunt aanbrengen. Dus dat is een vrij complete module learning, waarmee je de logistieke kant van training en catalogusbeheer, maar ook het leren zelf, het social learning, gaan ondersteunen. Dan komen we bij compensation aan, want aan de ene kant is het leuk als mensen goed presteren, maar sommigen verwachten daar toch ook wel een beloning voor. Dus in onze compensation module is het idee dat je via bepaalde policies en procedures die je als organisatie hanteert, beloningsbeleid kunt gaan uitvoeren. Dat je kunt gaan bepalen mensen die goed gepresteerd hebben, die krijgen er 10% bij, en mensen die iets minder, bijvoorbeeld 10%. Maar aan de andere kant, dat je dat wat vrijer kunt maken, dat je kunt zeggen, managers, hier hebben jullie een zak met geld, en verdeel dat maar over je medewerkers op de wijze dat jou dat interessant lijkt. Die verschillende modules die zijn vanuit ons portaal, wat wij Mijn Talentstof, dus dat die in het midden staan, zijn benaderbaar. De drive analytics over de modules heen, maar ook elke module heeft zijn eigen analytics. Dus vandaar het donkerblauwe balkje. En zie je ook nog twee andere woordjes staan, Hub en Marketplace. Hub is onze core module, dus ons systeem heeft ook een eigen core, met een self-service erin en de beheer van organisatiestructuren, et cetera. En daarnaast is ons idee met de marketplace is eigenlijk alles wat wij niet vanuit onze eigen software kunnen leveren, dus de modules die je hier ziet staan, kunnen wij vanuit een marktplaats van partners kunnen wij integreren. En zo zijn er, en daar hebben we in de vorige tech-sessie wat meer over uitgelegd, dus voor degene die daar misschien een video van hebben gezien, is eigenlijk het idee dat je aan de ene kant dat wij integraties kunnen aanbieden met third-party leveranciers, maar aan de andere kant dat wij ook in ons platform widgets beschikbaar kunnen maken, waardoor mensen het idee hebben dat ze vanuit één portaal al hun HR-zaak kunnen benaderen. Dus dat is in een notendop onze alles in één talentmanagement oplossing. Er zijn een aantal klanten die voor deze oplossing al hebben gekozen. Je ziet hier wat labeltjes staan. Het idee is eigenlijk dat wij door de schaalbaarheid van de software hele kleine klantjes kunnen bedienen. Je ziet hier bijvoorbeeld een smartphone hoesjes. Die hebben 90 medewerkers, of een Beleda, die hebben zelfs maar 70 medewerkers. Maar ook hele grote klanten, zoals Jumbo met 80.000. En die gaan volgend jaar naar de 100.000 zelfs. Dus zodoende kunnen wij heel klein, heel simpel inrichten, maar ook heel uitgebreid. Heel erg specifiek op klanten. En dan de laatste slide, wat internationale logo's nog erbij. Dus dan
zie je dat we op die manier ook nogmaals die focus op Europa hebben, op European Headquarters Organizations, die misschien ook buiten Europa wel activiteiten hebben. En zodoende proberen wij ons ook echt als Europese leverancier te positioneren tussen het speelveld van onze concurrenten. Goed, dat is wat ik met jullie qua slide wilde delen. Dan heb ik volgens mij iets meer dan 5 minuten daarvoor gebruikt. En dan is het tijd om naar de software te gaan. Dus dan ga ik naar mijn schermpje toe. En als het goed is, is mijn scherm zichtbaar, klopt dat? Ziet er goed uit, ja. Ja? Oké, ja, ik doe even de checks af en toe om te zeker te zijn. Soms als ik wissel, dan blijft dit in het vorige scherm hangen. Oké, is het tijd om naar de software te gaan? Waar wil ik mee beginnen? Ik gaf aan dat ik graag vanuit een medewerkerview wil starten. Waarom? Omdat dat voor ons een belangrijke speler is eigenlijk in het gebruik van software. En toen ben ik als medewerker co-genaamd ben ik ingelogd. En waar begint nu zijn eerste ervaringen met het systeem, met de software? Dat is bij de onboarding. En het systeem kan zo ingericht worden dat je door middel van de witte blokken die je hier ziet, waar ik nu even heel snel doorheen scroll, dat je daar de functionaliteit in kunt laten zien. Dus mensen zijn dat gewend van hun telefoon met apps. Nou, zo werken wij ook met widgets. En op het niveau van personaliseren kunnen medewerkers eigenlijk zelf gaan spelen van nou, welke zaken zet ik nu uit, wat vind ik belangrijk en welke zaken activeer ik in mijn overzicht. En zo kun je ervoor zorgen dat je voor jou een persoonlijke ervaring hebt qua overzicht. En dat kun je ook terug laten komen in de manier waarop je het portaal vormgeeft. Dus daarmee bedoel ik de achtergronden, de kleuren en de logo's. Dus dat is ook leuk, om dat zeker voor die onboardies, om dat persoonlijker te maken. Dat je zegt van, nou, mensen die nieuw in dienst komen, die moeten net een andere ervaring hebben dan de normale medewerkers. Nou, hoe begint dat als je spreekt over onze onboarding functionaliteit? Nou goed, je kunt netjes communiceren met je medewerkers. Je kunt uitleggen wat er van hen verwacht wordt. En dat doe je door middel van zo'n nieuwswidget. Dan leg je uit eigenlijk hoe dat onboardingsproces loopt. Dan kun je uitleggen met welke collega's zij komen te werken. Nou, kun je bovenaan bekijken. Dan kom je wel eens een bekende dame of heer misschien tegen. En als je denkt leuk, dan kun je er zelfs direct contact mee opnemen. Maar belangrijker natuurlijk is dat je als medewerker goed dat proces doorloopt. En zo kun je in ons systeem kun je onboardingspaden aanmaken. En dat zie je in de widget die ik hiernaast heb getoond, opleidingen. Nou, daarin hebben we een onboardingspad eigenlijk aangemaakt voor alle nieuwe medewerkers die in dienst komen. Het idee is dat je dus met de software daar rekening mee kunt houden van, nou, weet je, heb je verschillende type populaties, verschillende type medewerkers, voor hun kun je heel specifiek dat onboardingspad kun je creëren. Want je wil namelijk dat mensen zo snel mogelijk wegwijs worden met de organisatie. Dus dat kan je doen door te zeggen, nou, we willen dat ze eerst een videootje gaan bekijken. En daarna een toertje door het kantoor nemen, of wat documenten lezen, of een e-learning volgen, of juist een klassikale opleiding hebben. Of misschien dat je mensen in websessies, zoals vandaag, samen wilt brengen. Dus dan kun je virtual classrooms kun je organiseren. En daarnaast belangrijk is dat je door dat geheel heen kunt gaan evalueren en kunt gaan uitleggen van nou, mensen, het is heel belangrijk dat we weten hoe jullie dat ervaren hebben en dat jullie de mogelijkheid kunnen hebben om te communiceren en vragen te kunnen stellen. En zodoende heb je vanuit die onboardingspaden eigenlijk het idee dat je op die manier dat personaliseert en dat qua elementen eigenlijk opbouwt als een soort van stappenplan. Nou, medewerkers zien dat, die kunnen dat vanuit een laptopje zoals ik dat nu doe, kunnen zij één voor één die stappen door. Maar nog leuker eigenlijk is dat je dat ook via de apps die we hebben kunt gaan doen. Dus zo heb je in het systeem eigenlijk ook de mogelijkheid om vanuit je mobiel de onboardingstappen vorm te geven. En dan één voor één eigenlijk mensen door zo'n stappenplan heen te gaan leiden. Waarbij je dus gebruik maakt van het aangeven van persoonlijke informatie bijvoorbeeld. Of toevoegen van info die je tijdens het recruitmentproces nog niet hebt ontvangen. Oké. Nou, hoe ziet dat qua functionaliteit dan eruit? Laat ik even heel kort iets gaan openen. Deze medewerker die is dus in het onboardingstraject is die gestart. En van hieruit kun je dus eigenlijk hem de mogelijkheid geven om door een aantal van die elementen door te klikken. Nou, we hadden het over video's die je kunt tonen. We hadden het over virtuele tours door het kantoor heen. Ook leuk. We kunnen een kijkje nemen in hoe onze
kantoren in Nederland eruit zien. Grafje natuurlijk, zo ziet het niet uit, maar toch leuk dat je dat op die manier kunt doen. E-learnings kun je inderdaad opnemen. E-learnings kun je bijvoorbeeld via ons systeem zelf maken. Via het content management systeem wat we hebben. Maar daarnaast kun je ook gewoon e-learnings inkopen. Die gewoon officieel via partners worden aangeboden. En we hebben zelfs ook een eigen content store die je kunt gebruiken om e-learnings van off the shelf direct in het systeem te importeren. Nou, wat vinden we heel belangrijk als we spreken over dat leren, in deze context dan onboarding, is dat je dat in communities kunt doen. Nou, als nieuwe medewerker is het belangrijk dat je snapt hoe je goede koffie voor je collega's moet zetten. I step one before we set the chocolate. Even 5 seconden het videootje doorlopen. Ja, dus wat is het idee eigenlijk met leren ook in het systeem? Is dat je, en daar is dit een voorbeeld van, dat je door middel van een laagdrempelige manier kennis kunt delen. Dus dat hebben we hier gedaan. Dit is een medewerker die zelf een videootje heeft gemaakt met onze Skillcatcher. Ja, een Skillcatcher is eigenlijk een app op de telefoon waarmee je kort een situatie kunt filmen, kunt publiceren naar communities, maar ook bijvoorbeeld naar een beheerder, zodat die beheerder dat kan gebruiken, zoals in dit geval voor het opleiden van personeel. Nou, ja, als we het dan hebben over onboarding, natuurlijk even als grapje van nou, hoe zet je goede koffie. Dus je zou daarvan een video kunnen maken, kunnen publiceren, zoals in dit geval als het iets bewerkt met wat tekst en uitleg, en gebruikt op die manier op een laagdrempelige wijze om dat als kennisdeling in te zetten. En dat is handig in die zin, omdat je micro-learnings heel eenvoudig kunt gaan creëren en dat je medewerkers ook voor kunt inzetten. Omdat ze juist via die app op hun telefoon een laagdrempelige manier hebben om content te creëren en dat te kunnen naar beheerders of direct in communities. En mensen die tijdelijke vragen hebben, zoals ook weer voor de onboarding, nou, die kunnen aan de rechterzijde van het paneel kunnen zij vraagjes stellen. Dat komen dan in communities terecht. Mensen kunnen daarop reageren. Of er kan direct een mentor worden ingeschakeld. Dus zodoende kun je op een krachtige wijze eigenlijk gebruik maken van die functionaliteiten die in het systeem zijn. Nou, als mensen dat traject succesvol hebben doorgelopen, worden ze medewerker. Dan wil je dat ze meelopen in misschien traditionele beoordelingscampagnes. Dus je kunt daarover communiceren weer. Hoe lopen de mensen formulieren? Hoe vullen ze een beoordeling in? Maar wat we juist belangrijk vinden, is eigenlijk een manier waarop die medewerker werkers via een continue dialoog eigenlijk over hun doelstellingen en taken kunnen spreken. En zodoende hebben wij met Unius Conversation eigenlijk een manier bedacht om via een dashboard, wat je ten alle tijde als medewerker tot je beschikking hebt, updates te kunnen geven zonder dat je afhankelijk bent van een taakgedreven campagne, als het ware. Van, nou, nu heb je maanden tijd om bepaalde formulieren in te vullen. Dit is als het ware een dashboard die je ten alle tijden kunt gaan openen, waarin je doelstellingen kunt gaan opmaken, waarin je updates kunt gaan geven over doelstellingen. Maar ook heel belangrijk is bij de subdoelstellingen die je stelt, dat je daar bijdragers of contributors aan kunt toevoegen. Dus als jij denkt van, nou, Frank die kan mij heel goed helpen om deze doelstelling van het uitvoeren van een enquête, daar zijn daarvoor in te geven, kan ik hem als contributor kan ik uitvragen, ik kan hem feedback geven of feedback uitvragen hoe hij mij kan helpen. En zodoende kun je via die dashboards kun je eigenlijk overzichten creëren en heb je het feedback en het updates en het samenwerken in één manier heb je dat opgenomen. En dat zie je ook, ik ben blijkbaar gevraagd om te gaan helpen en hoe we België kunnen veroveren, op de score te gaan verhogen naar 95. Dat zijn de bijdragers en ik ben uitgevraagd. En in je feedbackoverzicht kun je zien op welke zaken je allemaal feedback hebt ontvangen hebt gekregen. Dus via de continuous conversation heb je eigenlijk nogmaals een stapje af van een taakgedreven approach. Waarin je een taakje krijgt om een feedback te geven. Een taakje krijgt om een feedback uit te vragen. En daar een bepaalde tijdsperiode voor te krijgen. Maar heb je eigenlijk een dashboard die je ten alle tijde gedurende het gehele jaar kunt gaan vormgeven. En dat is dus heel anders dan als ik nu mijn takenlijstje bekijk en gevraagd wordt om voor een bepaalde datum bij evaluatie met Johan de Boer uit te gaan voeren bijvoorbeeld. Dus dat vinden we even heel belangrijk. Wat we daarnaast belangrijk vinden, ook in het kader van ontwikkeling, als je die beoordelingen hebt gehad, als je ziet hoe je gesteerd hebt, dat je daar inzage kunt krijgen. Dat je kunt gaan zien als medewerker van, nou,
in mijn levensloop in de organisatie, wat zijn de zaken waarin ik mij verder kan ontwikkelen. Dan kun je mooie matching tools kun je tot je beschikking krijgen, waarin je kunt zien, wat zijn nu bepaalde carrièrepaden voor mij. Hoe score ik zelf qua profiel en waar zitten de gaps in functies die ik interessant vind. Die kun je voor jezelf kun je identificeren. En dat kan voor jou een input zijn om te zeggen, nou, misschien is er dan voor mij training beschikbaar. Dus zo kun je oriënteren op mogelijke functieprofielen en functie in je organisatie. Of als je aan de hand van die gap-analyse hebt gezien dat je bepaalde training nodig hebt, dan kun je de trainingscatalogus in. Dan kun je gaan zoeken eigenlijk naar interessante leervormen die jou kunnen helpen om die trainingsgaps te gaan overwinnen. En zo heb je verschillende categorieën die je kunt gaan opnemen. Verschillende leervormen, boeken, e-learnings, klassikaal, videootjes. En kun je landingspagina's aanbrengen. Dan kun je een self-service kun je gaan creëren, waarin mensen zelf zich kunnen gaan inschrijven. Door een leervorm aan te klikken en een inschrijving te gaan doen. Dus zo heb je die controle voor die medewerkers zelf over de ontwikkeling binnen de organisatie. Nou, daarnaast zijn die interne functie carrièrepaden ook leuk, op een leuke manier inzichtelijk te krijgen. Dus dat kan ook een manier zijn voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Dan kun je laten zien van nou, hoe onderscheiden wij nu bepaalde categorieën. En als je een categorie hebt geopend, wat houdt nu precies in om HR-directeur te zijn? Ook weer een manier voor een medewerker om te oriënteren en te identificeren en te kijken wat nu goed bij hem past. En een laatste wijze zou kunnen zijn om bijvoorbeeld vanuit recruitment, vanuit vacatures te gaan kijken. Dat je zegt van nou, op het moment als ik een functie heb geïdentificeerd en ik heb gezien dat het goed bij me past, nou, zijn er dan misschien ook vacatures die voor mij interessant kunnen zijn. En zo kun je ook weer vanuit het systeem daarover communiceren en een intern jobboard tot je beschik stellen waaruit mensen dan kunnen gaan solliciteren op functies. Nou, om dat voor de medewerkers nog interessanter te maken, en we houden van apps, hebben we in die zin daar ook weer verschillende apps ontwikkeld. Nu heb ik een leuk voorbeeld dat we samen met een klant Orange hebben gedaan. We hebben onze eigen referral app en daarmee creëer je wat gamification. Dan kun je via een app op je telefoon mensen punten laten verdienen of eventueel geld. Dan kunnen zij in een shop kunnen zij dat geld uitgeven. Ze kunnen de vacatures kunnen zien waar mensen voor aangedragen kunnen worden. Een referral kunnen ze dan aangeven. En op dat moment kan dan, nadat een referral is opgegeven, het proces van het volgen daarvan en het behalen punten en het behalen geld dan opgevolgd worden. Dus zo kun je dat ook echt leuk maken voor die medewerkers. En uiteindelijk dan op die manier tot een soort spel verheffen en wat elementen als competitie daarin verwerken. Dus ja, dat zijn een aantal zaken die wij belangrijk vinden om vanuit die medewerker en de scala aan tools die hij heeft tot de beschikking te stellen. Nou, we lopen een beetje tegen het einde van de tijd aan. Ik wil nog één switch maken om toch het beeld compleet te maken naar de HR-view. Nou, uiteindelijk, de HR-view is niet zozeer heel anders dan wat we bij de medewerkers zagen, behalve dat hij meer tools tot zijn beschikking heeft. Zo zijn er mogelijkheden om salary reviews te gaan houden. Dus we gaan zien waar we het hadden over onze module compensation, van nou, hoeveel budget is er, wat is er uitgegeven en hoe kan ik dat beheren. Er zijn mogelijkheden om op te volgen hoe het staat nu met de beoordelingsgesprekken en de planningsgesprekken. Dus dat werkt allemaal via bepaalde widgets. Zo kun je ook weer extra widgets activeren als je het hebt over het kunnen bijhouden van vacatureaanvragen en andere zaken. Maar ook is het idee dat je vanuit die dashboards door kunt gaan naar de diepere modules binnen in het systeem. Dus zo is er bijvoorbeeld recruitment of zo is er learning. Als ik bijvoorbeeld op learning klik, dan heb je daarvoor de learning dashboards die dan tot je beschikking krijgen. En dat is eigenlijk het idee, zeker voor die HR-rol, dat hij die zaken in het systeem kan gaan benaderen die voor hem relevant kunnen zijn om die processen te kunnen gaan beheren. Zien we hier alles omtrent de opleidingen staan met de analytics die daarbij horen. Zo hebben we dat ook voor recruitment gedaan. Als je dan op recruitment klikt, heb je weer je recruitment dashboards om alles omtrent vacatures te kunnen volgen. En daar ook weer bijvoorbeeld je analytics voor te openen. Om diepere analyses te gaan maken. En zo heb je dus voor al je verschillende modules heb je
je widgets om de high-level overzicht te krijgen. En vervolgens de back-office schermen, waarin dan de HR of managers eventueel toegang krijgen tot de zaken die voor hen relevant kunnen zijn. En zo proberen we het zo krachtig en zo eenvoudig mogelijk te houden voor de HR-persoon ook uiteraard. Naast het feit dat wij, zoals aangegeven, op die medewerkersrol ook heel erg focussen. Oké, super, René. Ja, in een korte 20 minuutjes dat ik met jullie wilde meenemen. Ja. Ja. Dus jij hebt de dingen goed kunnen laten zien. Ja, in de tijd die we hiervoor voorzien, heb ik de belangrijkste zaken kunnen laten zien. Dan zullen er waarschijnlijk wel wat vragen zijn. Ja, als mensen meer informatie willen hebben, kunnen ze natuurlijk achteraf contact opnemen. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén iemand vraagt zich af. Dus we hebben nu allerlei zaken rondom talentmanagement gezien, wat logisch is. Ook gezien jullie. Mm-hmm. In hoeverre hebben jullie ook de meer core HR dingen die je eventueel binnen Talentsoft kunt doen, zoals verlof aanvragen misschien? Ja, dat is een goede vraag. Dus we hebben een eigen core waarin we echt op het administratieve gedeelte focussen. Als we het hebben over verlof, verzuim, urenregistraties, declaraties en dat soort zaken. Dat hebben wij niet zelf, maar dat doen wij via partners. Dus ik kan heel even kort, ja, als ik even switch naar die medewerkerrol. Is mijn scherm nog zichtbaar of niet? Ja, ik zie het. Oké. Ja, dus ik heb hier een voorbeeldje bijvoorbeeld van Leave Requests. Dus dat is een widget die wij met een partner van ons, Baudet, hebben gemaakt. Zo zijn er meerdere partners, zoals Queenix bijvoorbeeld ook. Die hebben inmiddels ook widgets. En wij kunnen door middel van die widgets eigenlijk informatie vanuit tooling die wij niet zelf leveren, kunnen wij tonen. Dus heb je het inderdaad over het aanvragen van verlof, dan doe je dat vanuit het portaal van Baudet. Maar heb je wel de widget in Talentsoft die het overzicht geeft en de status kan gaan tonen. En zo werkt dat voor de andere processen ook. Voor declaraties kunnen we ook via widgets van partners werken. Of tooling van partners die dan widgets in Talentsoft kunnen tonen. Ja. Dus zo kun je eigenlijk toch vanuit één portaal alle verschillende HR-processen benaderen. Precies, ja. Oké, en een andere vraag die gaat eigenlijk richting de pricing kant. Dus je hebt verschillende modules. Hoe is de pricing opgebouwd? Hè? Dus los van misschien de specifieke prijzen, want die hangen van misschien meer dingen af, maar hoe is het opgebouwd? Het aantal factoren. De pricing in principe is gebaseerd op het totaal aantal medewerkers van een organisatie. Afhankelijk van de populatie waarmee gestart wordt. Hè. Dus stel je organisatie is 5000 man groot, maar je begint met 1000 man. Dan wordt er voor die populatie wordt er een prijs gecalculeerd. En de invloed van die prijs is 1 het aantal modules. 2 de contractduur en 3 eigenlijk dan, want er geldt altijd een kortingspercentage, het kortingspercentage die er dan overheen gegooid wordt. Ja. Dus op basis daarvan rolt er een prijs uit. Ja, en hoe meer modules, hoe goedkoper de prijs per medewerker, hoe meer medewerkers, hoe goedkoper de prijs per medewerker. Ja, we hebben vanmorgen in het eerste demo waar ik zelf gaf een aantal ritselen van het onder. En zij hebben daarin ook de cost of ownership wel in de gaten, waarbij Talentsoft in de grids natuurlijk staat en op een gemiddelde TCO zeg maar uitkomt in vergelijking met de andere grote partijen en misschien iets goedkopere kleine partijen. Dus dat geeft ook wel een beeld voor iemand die daar meer aan wil weten. Die kan eventueel het webinar van vanmorgen terugkijken of later terugvinden op de site. Ja, dat is een goeie. Ja. Oké, goed. Super, nou dan als we nog heel eventjes de camera aan kunnen zetten, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. Er komt zo nog een korte evaluatiebeeld, 2 vraagjes maar, dus die kunnen jullie dan even invullen, zodat we weten hoe het gelopen is, ook voor de volgende keer. Hey, daar ben je. Dan kunnen we daar feedback van ophalen. Er zijn deze week natuurlijk nog meer webinars, allemaal in dit formaat. Dus als jullie het leuk vinden om ook nog andere tools te bekijken, dan doe dat vooral. Wil jij nog iets toevoegen, René? Kijk, het gaat natuurlijk vrij snel nu, in 20 minuutjes. Dus we hebben de highlights laten zien, hopelijk voldoende interesse gewekt. Ik zeg ja, heel graag contact opnemen op het moment
als jullie, wat gaan we stiekem vanuit dat jullie meer uitleg nodig hebben. En dan doen we dit graag in een wat langdurige sessie met elkaar. Ja, dus dat is hem denk ik. Super, dankjewel Renier. Bedankt voor deze uitleg. Hij is ook opgenomen, dus mensen die er nu niet bij waren, die kunnen het later terugkijken. Dan dank ik iedereen voor het kijken en dan zie ik jullie wellicht bij een volgend webinar. Tot ziens. Tot ziens.